Het was corona en ik verveelde me. Ik zat thuis en ik dacht echt van, uh, wat moet ik nou doen om uh, de dagen door te komen? Terwijl Café De Meester in Zoeterwoude dorp als gevolg van de coronacrisis gesloten bleef... ...sloeg uitbater Yvonne van der Geest aan het hobbyen. Maar Ik dacht, nou ik ga uh, breien. Dus ik ben met een rondbrei-ring uh, mutsen gaan breien. Dat kan iedereen. En ik heb uh, um, zes mutsen gebreid. Iedereen thuis zat te, te lachen. Wat doe jij dan? Ik, Nou ja, weet je, ik ben gewoon lekker bezig. En toen ben ik met de actie Lichtpuntjes bezig geweest. En we hebben kleine tafeltjes getimmerd hier voor het bedrijf. En ja, op een gegeven moment dacht ik: ja, zoals ik bezig ben om mijn tijd zoek te brengen met het maken van creatieve dingen. Zo zijn er waarschijnlijk heel veel in zoek te bouwen. En hoe leuk zou het niet zijn om al die creativiteit tentoon te stellen als het weer kan? Dus uh, toen hebben we corona creatief bedacht. Op zaterdag 31 juli en zondag 1 augustus mogen alle zoeterbouwdenaren hun creatieve resultaten tentoonstellen in de zaal van de meester. Daniela Ophorst is zo'n inwoner. Zij knutselde de afgelopen maanden heel wat vertelhuisjes in elkaar en deelt haar creativiteit graag met anderen. We wonen hier nu al 20 jaar en inmiddels zijn alle kinderen de deur uit. Dus uh, ik heb een kamer hiernaast waar ik werk. En die laat ik altijd graag in het weekend gewoon dicht. Want dat is werk, dus dan, dan wil ik daar in het weekend niet mee bezig zijn. Dus dit werd logeerkamer, schuine streep, knutselkamer. En... Op borst maakt haar huisje zoveel mogelijk van gerecyclede materialen. Wanneer is het afval echt afval? Kan je er echt niks meer mee? Of kan je met een klein beetje fantasie er nog wel wat van maken? Zo ben ik dus met het dak van uh, de woonwagen waar ik mee bezig ben. Dit is de binnenkant van een uh, beschuitrol. Ja, en, en ik zocht precies dit soort dakpannen en ik wist niet hoe. En op een gegeven moment kwam ik er dus achter dat als je dat plat drukt op een bepaalde manier, uh, dat je er dan nog van alles mee kan. Dus nu moet ik me beheersen om te wachten tot het beschuit op is. Want anders haal ik het er alvast uit. Er is nog plek in de zaal. Creatieve zoeterwoudenaren kunnen zich aanmelden in het café.